Jongens en meisjes, het duurt te lang. Ja, wij zijn hier nog bezig met FIFA 19, terwijl FIFA 20 al bijna eraan komt. We moeten echt een keer doordoen, of anders wordt deze serie echt niet meer relevant. En dus gaan we meteen aan het werk. Oh nee, wacht, ik ben de kwaliteitsvolle intro nog vergeten te spelen. Ik heb op de vorige aflevering een reactie gekregen. Als je de video nog niet hebt gezien, staat het ietsje rechtsboven. Van een kijker waarin staat dat ik Enis Bardi moet scouten. En toevallig, ik klik op het rapport van mijn scouts en Enis Bardi staat er gewoon tussen. Dus hey, thank you voor de reactie. We kunnen hem direct gaan scouten. Ik geef jullie nog even de stand mee voor we verder gaan met de Champions League wedstrijd. We staan tweede en we moeten tegen Dortmund spelen in de volgende match. De match erna en dus de laatste match moeten we tegen Atletico spelen. Het wordt dus nog heel spannend. De hele groep kan nog overhoop gegooid worden. En ik ga de matchen een beetje inkorten. Ik ga enkele goals tonen zodat we wat sneller door kunnen gaan. De eerste match spelen we op het veld van Dortmund. En hetgene is dat we eigenlijk gewoon niet meer mogen verliezen. Gelijk of winnen is het beste. Maar we mogen gewoon niet meer verliezen om ons nog te kwalificeren voor de laatste 16. In de kruising, ja. Zoals jullie zien hebben we een 2-0 achterstand opgehaald naar een 2-2 gelijkspel. De stand zal uiteindelijk zo blijven. We spelen gelijk tegen Dortmund. Het is niet slecht, want we zijn niet verloren. En ik heb een appie gekregen van niemand minder dan Lefebvre. Deze keer is het niet François. En Lefebvre vraagt mij of hij mag spelen voor de volgende wedstrijd. Dus ik dacht van, yeah man, why not? Oké, laat maar. François heeft toch een appie gestuurd. Deze keer is het wel een interessant appie, want hij stuurt een appie met een paar statistiekjes. En in die statistieken staat dat er 74% van de kijktijd van niet-abonnees zijn. Dus, hey, mensen die deze video's kijken, het career mode speciaal. Er komt meer career mode, dus sub even op mijn kanaal en dan zie je ook de andere video's, oké? Okay? Ik wil vandaag dat die 70% weggaat en dat de andere naar 30% gaat, zo. 100.000 subs. Okay. En dan komen we eindelijk op het punt waar we naartoe gewerkt hebben deze hele serie lang. De laatste game van de Champions League. Dit is de stand en in het menu krijgen we ook een uitleg van hoe het zit met de stand. Want we staan tweede, het is de laatste speelronde. We moeten thuis tegen Atletico Madrid spelen. En bij een winst of een gelijkspel gaan we door. Dus we mogen gewoon niet verliezen. Eigenlijk is er geen fluit gebeurd in deze wedstrijd. Want ik probeerde gewoon balbezit te houden omdat ik gewoon niet mocht verliezen. En de moeilijkheid staat ook niet op het makkelijkste. Het staat op wereldklasse, dus niet allermoeilijkst, maar ook niet allermakkelijkst. Zeker niet met een ploeg als Brugge tegen Atletico Madrid. Maar hey, we hebben toch 1-0 gewonnen. En hierdoor gaan we door naar de laatste 16 van de Champions League. Na deze match is het ook eindelijk tijd voor even wat rust. De transferperiode begint terug, de awards worden uitgedeeld. Zoals Messi heeft hier de gouden bal gewonnen. GG Messi, maar hetgene wat meest interesseert is dat wij ons prijzengeld krijgen van de Champions League. We hebben door de laatste 16 te halen maar liefst 27 miljoen euro gekregen. Holy moly. Ik heb ook nog leuk nieuws gekregen, want ik heb een zeer speciale brief gekregen van de Ierse Voetbalbond, waarin staat dat het eigenlijk een contractaanbieding is voor mij om bondscoach te worden van de Ierse nationale ploeg. En het leuke hieraan is dat jullie mogen beslissen of dat ik bondscoach ga worden en dus mee ga doen of proberen mee te gaan doen aan het WK en het EK. Laat het weten via het polletje hier rechtsboven in beeld. En dan ga ik in de volgende aflevering reageren op het contract. Dus of ik het teken of niet. Jullie mogen het kiezen of ik bondscoach word, ja of nee. Wacht ik voor een ander land, wacht ik niet, doe ik het gewoon. Klik het nu rechtsboven in het polletje. En dan kijken we ook nog live mee met de Champions League loting waar wij uit het bokaaltje komen. We komen uiteindelijk tegen Manchester United. Ik weet niet wat ik erover moet denken. Ik vind het langs de ene kant slecht, maar langs de andere kant denk ik ook van, weet je, we hebben Atletico die laatste match ook verslaan, dus wie weet hebben we nog een kansje. Dan is het nu tijd voor de eigenlijk echte business, want de transferperiode is begonnen. Er worden niet zoveel matchen gespeeld. Denswil is 2 maanden geblesseerd, dat is jammer, maar we hebben er een centrale verdediger bij, omdat we in een van de vorige afleveringen hebben Camara gekocht. Koop Camara van Marseille. Maar dat was niet in de transferperiode, dus hij kon pas in de volgende transferperiode joinen. Dus Camara is aangesloten bij de club. Liverpool biedt 14,7 miljoen op El Zapato Dorado. Mönchengladbach
biedt 12,6 miljoen op Dennis. En Liverpool trekt na 1 week toch een bod in op El Zapato Dorado. Ze wisten gewoon dat ik hem brood nodig had. El Zapato Dorado blijft gewoon in ons team, jongens. En er is een nieuwe transfer bijgekomen, namelijk Ampadu van Chelsea. Ik heb hem gekocht om hem te trainen en daarna weer voor meer geld te verkopen. Want hey, zo gaat de business bij Solskjaer. Ampadu stond trouwens ook in een van de vorige afleveringen op de verlanglijst. Dan biedt AS Monaco 35,8 miljoen euro op Wesley. Ik heb het bod direct geaccepteerd, want hij is echt mokerveel geld. Maar Hoffenheim biedt nog hoger op Wesley, zo'n 2 miljoen hoger. Vlietink is daarna ook verkocht, want ik heb hem op de transferlijst gezet. De onderhandelingen van Wesley met Monaco die lopen vast, maar die met Hoffenheim die gaan wel goed. Wesley gaat naar Hoffenheim, is echt super chill. Krijgen we 35 miljoen voor, echt nice. En dan gaan we een nieuwe transfer binnenhalen met het geld van Wesley, namelijk Jadon Sancho van Dortmund. We hebben hem gekocht voor 35 miljoen. We bieden hem een contract met een cruciale rol aan. 4 jaar, 25.000 euro per week en een tekenbonus van 1 euro. En kijk waar hij op antwoordt. Dat is een redelijk aanbod. Hey, 1 euro tekenbonus, let's go. En als we nou even kijken in Gwans notitieboekje, dan zien we dat we deze aflevering meer dan 60 miljoen euro winst hebben gemaakt. Jongens en meisjes, dat vind ik wel een schouderklopje waard. Gwans Solskjaer is lekker bezig, hij verdient zijn zakcentjes goed. En ik ben blij dat jullie hebben gekeken naar deze video. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Klik op het blauwe duimpje omhoog, laat in de reacties achter. Laat tips achter in de reacties voor deze career mode. En als je geen wil missen, jullie weten het jongens, François heeft gezegd dat je moet abonneren. Want de kijktijd van de abonnees is veel te laag. Dus kom jongens, abonneer maar. Er komt nieuwe career mode aan. Er komen andere nice video's aan. Klik op de video's naast mij of in het scherm. En dan hoop ik jullie in de volgende video te zien. Joe!